Natuurlijk is de vergelijking met de verlichting, zoals je dat in het Nederlands ook zegt, van lampen, verlichting en zo, zoals je thuis verlichting hebt of op straat verlichting, is niet iedereen ontgaan. Er zijn ook organisaties in Nederland die bewust spreken over stadsverlichting als een metafoor. Dit hebben we al eens een keer eerder besproken in België, dat er eigenlijk drie manieren zijn om in boeddhisme naar zingeving te kijken. Dus nog even voor iedereen, het woord Dhamma betekent gewoon boeddhisme. Dat is hoe het boeddhisme naar zichzelf verwijst. Dus als de Boeddha sprak over het boeddhisme, dan zei hij niet het boeddhisme. Dat natuurlijk een beetje een westerse, typisch westerse term is. Van jij hebt jouw isme en ik heb jouw isme en ik heb mijn isme. Maar de Dhamma betekent gewoon de werkelijkheid of de goedheid waarmee je de werkelijkheid dichterbij komt. Zingeving op de korte termijn is het idee dat je een goed mens bent. Door gewoon goed voor jezelf en je familie te zorgen. Of om het heel simpel te zeggen, zorgen dat de brood op de plank komt. Het is het soort van doel dat over een groot deel van de mens in de wereld als doel voor ogen heeft. Nu moet ik erbij zeggen dat de Boeddha niet iemand was, of het boeddhisme niet iets is wat je, waar je mensen mee uitsluit. Dus zelfs dit eenvoudige doel van gewoon brood op de plank en zorgen dat iedereen te eten heeft thuis en zorgen dat je niemand kwetst in je werk, in je beroepsuitoefening en je dagelijks leven, dat is ook al een doel op zich om een goed mens te zijn. En dat is ook al hoe de Boeddha de wereld ook zag en erkende dat sommige mensen enkel dat doel hadden. Dan is er ook een langetermijn doel om een werkelijk goede kwaliteiten, goede eigenschappen, een mooi hart te ontwikkelen. En dat noemen we, kun je ook omschrijven als een mooi mens te zijn. En daarmee komen we eigenlijk ook een beetje bij het ideaal dat je jezelf kunt ontwikkelen over meerdere levens. Nu weet ik dat sommigen van jullie daar niet echt heel erg mee vertrouwd zijn. Maar het gaat gewoon om het idee dat je elk leven als een stap ziet in de ontwikkeling van je karakter. Overigens is het niet zo dat het boeddhisme dat ziet als een ontwikkeling, dat je in een steeds betere kaste komt of zo. Dat is meer het moderne hindoeïsme. En ook niet alle vormen van hindoeïsme trouwens. Dan hebben we natuurlijk een derde doel nog van het boeddhisme, dat je in het boeddhisme terug kunt vinden. Het is de hoogste zin van het leven, zoals dat wordt gezien, namelijk het bereiken van het nirvana. Nu, nirvana is zo'n woord dat je echt, waar iedereen het wel eens over heeft, maar eigenlijk niemand weet wat het is. En ja, het wordt zelfs gebruikt voor bepaalde merken of bepaalde parfums of zo. En zelfs een muziekgroep, als ik me niet vergis, ja, die inmiddels al is verdwenen. En ja, wat is nirvana? Is dat de boeddhistische hemel? Wat is het eigenlijk? Nirvana is in feite een toestand van zijn, om het heel simpel te zeggen. En wat het precies inhoudt, daar zouden we het vandaag al van over hebben. Want nirvana en de verlichting is eigenlijk hetzelfde. Waar mens zijn in, daarom is in het boeddhisme dat je werkelijk potentieel als mens benut door het bereiken van de verlichting van het nirvana. Dit noemen we ook wel eens het zuiveren van de eigen geest. Dat is een letterlijke vertaling van de oud-Indische taal, maar het is niet echt iets wat je zegt normaal in het Nederlands. Normaal zeggen we in het Nederlands eerder het helderder maken van je geest. Of het meer tot rust komen. Of meer tot inzicht. Soms wordt het ook wel omschreven als een serie van dingen. Dat je het kwade of het verkeerde gewoontes, dat je die achterlaat. En dat je de goede daden die je wilt doen in je leven, je goede gewoontes, goed karakter ontwikkelt. En dat noemen we ook wel het heilzame. En dat gaat dan samen met het oefenen van je geest.
En eigenlijk het hele idee van het boeddhistisch pad is daarom ook wel samen te vatten in wat ook wel bekend staat als de drie oefeningen of de drie soorten oefening. Je hebt eigenlijk drie soorten oefening waar het hele boeddhisme mee kan worden samengevat. De oefening van een ethisch leven, dus de dagelijkse dingen die je zegt en doet, waarmee je probeert jezelf en de ander gelukkig te maken. De oefening van concentratie is de oefening van je geest, je innerlijk, je karakter, mindfulness en meditatie. Ja, daar valt een heleboel dingen onder. En dan de oefening van wijsheid is het werkelijk begrijpen van de wereld zoals die in elkaar zit. En daarmee jezelf. Of je kunt het ook omgekeerd zeggen. Als je zelf begrijpt, begrijp je ook de wereld om je heen. En dat leidt weer tot een ontwikkeling van je ethisch leven. Het is een soort van cirkeltje. Het wordt ook gezegd dat helderheid van geest leidt tot meer wijsheid. Omdat je beter gebruik kunt maken van de kennis die je hebt in jezelf. Doordat je helder bent van binnen. En dat als je dus een ethisch leven leidt, dat dat ook weer helpt om van binnen meer helderheid geconcentreerd te worden. Dat allemaal met elkaar samenhangt. Met andere woorden, psychologie, ethiek en wijsheid, spiritualiteit hangen allemaal met elkaar samen in het boeddhisme. Dus dat is wel belangrijk. En er zijn ook discussies onder mindfulness-leraren dat ethiek misschien ook weer opnieuw een plaats moet krijgen in ook in de mindfulness-praktijk. Om mensen te helpen mindfulness te ontwikkelen in het dagelijks leven. Hoe het ook zij, dit zijn de traditionele drie soorten oefeningen. En zo heet het dus ook, oefening of training, zo wordt het wel in het Engels genoemd. Maar oefening in de oude zin van het woord, zoals je soms zegt, geduld oefenen. He, dus een oefening in de spirituele zin van het woord, oefenen van karakter, oefenen van goede eigenschap. Ja, ik heb ze niet allemaal op een rijtje gezet. Ik heb ze wel op een rijtje in mijn hoofd. Wat open. Inderdaad. Wordt ook wel de derde definitie van de verlichting in het boeddhisme wordt ook wel samengevat als het overwinnen of het ontstijgen van drie vergiften of drie innerlijke smetten of drie innerlijke beperkingen. Soms zeg ik ook wel negatieve emoties en onrealistische percepties, want dat vat het wel samen. En die drie, die zijn begeerte, haat en verwarring. En begeerte is het willen hebben van dingen die je niet werkelijk nodig hebt. Waardoor je eigenlijk voortdurend jezelf voorbij loopt en ook voortdurend het gevoel hebt dat je iets ontbreekt. Dat is natuurlijk niet fijn om de hele tijd het gevoel te hebben dat je meer moet hebben of anderen moet hebben om je leven compleet te maken. Haat is nogal vanzelfsprekend, nogal een thema in Amerika op dit moment, geloof ik. En verwarring is ook een soort van iets wat moeilijker te begrijpen is, maar dat gaat over het gevoel dat je, of het idee dat je de werkelijkheid niet ziet zoals ze is. Dus met een bepaalde bril naar de werkelijkheid kijkt. In het Engels is daar het woord delusion voor. Of in het Nederlands zou je dat kunnen vertalen als waan. Maar waan wordt in het Nederlands eigenlijk alleen maar gebruikt voor ziektes tegenwoordig. Dus de bekende vertalers, Breed en Janssen, die vertalen dat altijd als verwarring. Ik heb een beetje leuke figuurtjes bijgezet om het een beetje licht te houden. Maar het zijn de drie dingen die in het boeddhisme worden gezien als de vijand van de mens. Dus we zoeken vaak vijanden buiten ons. Maar onze innerlijke beperkingen zijn eigenlijk onze werkelijke vijand. Maar als je het zo zegt,
dan klinkt het alsof je jezelf moet haten of zo, maar dat is niet zo. Het is meer dat je eigenlijk, het werkelijke doel van het leven is het overstijgen van je eigen beperkingen. Dat is het betekenis hiervan. Daarom wordt ook wel eens gezegd dat de verlichting gewoon in feite een soort van ethisch toestand is. Waarbij je werkelijk je mensheid hebt bereikt. Bijvoorbeeld een van de eerste boeddhisten in het Westen. De onderzoeker die het woord mindfulness heeft bedacht. Ja, als vertaling van het boeddhistische woord daarvoor. Die heeft altijd gezegd dat de verlichting in feite gewoon een ethische toestand is. Waarbij je gewoon een mooi mens bent geworden. Of een goed mens. Begeerte, haat en verwarring heb je daarmee losgelaten. En dat is ook wel deels waar. De verlichting kun je in feite op die manier heel droogjes definiëren als iemand die gewoon realistisch, maar ook met een goed hart naar de wereld kijkt. Maar er zit meer dan dat achter. Veel mensen, ja, dit heb ik eigenlijk al net gezegd, dus veel mensen denken dat er de oorzaak van het lijden buiten zich is. Maar in feite is onze aandacht, als die niet goed is gericht, of als we weinig aandacht en weinig rust in onszelf hebben, dan lijden we eigenlijk veel meer daardoor dan zelfs onze grootste vijanden ons kunnen doen lijden. Het omgekeerde geldt ook, dat staat hier niet, maar wat ik daarmee bedoel is dat eigenlijk niemand ons zo gelukkig kan maken als we zelf. Andere mensen kunnen ons wel op het juiste pad wijzen, kunnen ons ondersteunen als we dat nodig hebben in ons leven. Maar uiteindelijk kun je alleen jezelf echt gelukkig maken. Dus het goede nieuws in het boeddhisme is altijd dat de geest van nature helder is. Ondanks dat we die negatieve emoties en onrealistische percepties hebben in onszelf, zijn we ook in staat om onszelf te ontwikkelen. Er is meer dan alleen maar dat. En dat is wel heel positief. Ik heb een keer iemand in de trein ontmoet, en dat gebeurt mij heel vaak, omdat mensen op een of andere manier mij als snel vallen een beetje op in de trein, behalve dan op Koningsdag. maar als het niet Koningsdag is, dan hebben mensen nog wel eens de neiging mij aan te spreken. En ik heb een keer de vraag gekregen, wat zegt het boeddhisme over de aard van of we nu goed zijn of slecht? Zijn we van nature goed of slecht? Dat is een beetje een debat dat heel erg in het christendom wordt gevoerd. Maar ook wel in de wetenschap, of in de indirecte zin. En ook natuurlijk in de filosofie. Maar in boeddhisme wordt die vraag eigenlijk nooit gesteld. Maar wat de Boeddha eigenlijk wel zegt, is dat we allemaal in staat zijn om werkelijk steeds meer ontwaakt te worden. Maar hij zegt ook wel dat het heel moeilijk is als je verkeerde gewoontes hebt om goede gewoontes te ontwikkelen, dat het tijd nodig heeft. Dus het idee dat we allemaal van binnen helemaal goed zijn, dat is ook weer niet helemaal waar. Maar we hebben allemaal wel het potentieel om goed te zijn. En om van binnen helderheid te vinden. En daarmee komen we eigenlijk ook een beetje op het doel van het boeddhisme. Namelijk het ontwikkelen van helderheid, van geest, van rust. En dat helderheid van geest wordt gelijkgesteld aan van binnen je lichter te voelen, gelukkiger, vrediger, krachtiger van geest en ook levendiger. Dit noemen we in onze traditie juiste concentratie, ofwel samadhi. Samadhi wordt ook wel in de yoga-traditie gebruikt. En Lompu, onze leraar die onze traditie heeft begonnen, die zei altijd stilstand, gebruikt hij als woord. Nou, het idee is dat we allemaal op die manier in onszelf een licht kunnen ontwikkelen. En dat is niet alleen een licht van de metafoor, van een beeld, een metafoor hoe je van binnen je ontwikkelt. Maar het bestaat werkelijk in onszelf een soort helderheid van geest die als een licht kan worden ervaren. En daarmee begrijpen we de wereld om ons heen beter. Je kunt het ook formuleren als volgt.
Normaal gesproken, als we de dingen om ons heen in de wereld proberen te begrijpen, doen we dat met onze gedachten. En we proberen de wereld met onze woorden, met onze taal, met onze labels, onze gedachten te begrijpen. Maar het werkelijk diep begrijpen zonder label en zonder naam, zoals de Boeddha dat deed toen hij verlicht was, dat is wat de verlichting is. Het gaat verder dan alleen het intellect. Daarom leer je in meditatie, een van de eerste dingen die je leert is geleidelijk aan minder te denken. Maar daar kun je niet op focussen, want hoe meer je probeert niet te denken, hoe minder je erin slaagt. Dus je moet eigenlijk gewoon geleidelijk aan steeds meer leren je met kalmte en rust en geduld op een bepaald onderwerp te oriënteren. Maar daarmee als gevolg heb je wel minder gedachten. En op die manier ervaar je dus de wereld op een wat meer intuïtievere manier. Zo heeft iemand het ook wel omschreven. Dit is niet door mij vertaald. Hij zegt in feite, dit is van onze onderabt. Onze onderabt in Thailand, die ook een goede leraar is. Hij zegt in feite is meditatie een soort combinatie van wetenschap en een innerlijke ontwikkeling. Hij zegt in feite, als we mediteren, dan gebruiken we minder energie en dan hebben we minder spijsvertering vertraagd, minder zuurstof, nou, enzovoort, enzovoort. En dat gaat dan verder tot we uiteindelijk een innerlijk licht ontwikkelen en meer de wereld om ons heen beter begrijpen, meer innerlijke vrede en innerlijke wijsheid. Nou, dat is een heel verhaal. Klinkt allemaal heel mooi. Maar waar komt het eigenlijk op neer? En komt erop neer dat in feite in het boeddhisme spreken we over een soort van kwaliteit van geest. Dus dat we naast dat je je lichaam kunt ontwikkelen door yoga te doen, of door je lichaam te trainen in gymnastiek, in lichaamsbeweging, kun je dus ook je geest trainen, oefenen, en net als een spier. En daarmee ontwikkel je dus geleidelijk aan het vermogen om meer gelukkiger te zijn in lichaam en geest. En daarmee ook de wereld beter te begrijpen. Dus het hele woord voor de verlichting zien we dus terug in het woord Boeddha. Boeddha betekent letterlijk de verlichte. Je kunt het ook vertalen als de wijze, maar de meer gangbare vertaling is de verlichte. Of de ontwaakte. Hele oude vertalingen van het boeddhistische tekst in de tijd dat het woord Boeddha nog niet bekend was in het Westen, zie je ook wel dat de Boeddha wordt vertaald als the wake of the woke. The woke of de ontwaakte dus. Woord, een vertaling die ook nog wel gangbaar is, is die zich opent als een lotus. Dat is ook een vertaling van het woord Boeddha. En het hele idee is dus dat de Boeddha als het ware dit pad heeft bereikt en er dan vervolgens geen copyright op aanvraagt, maar het vervolgens gaat uitdragen aan andere mensen en die dat dan ook kunnen bereiken. Dus het is niet het idee dat alleen hij dat kan bereiken, in ieder geval niet in de Thais-boeddhistische traditie. En daarmee is dus in feite de Boeddha een soort voorbeeldrol die mensen dan vervolgens kunnen navolgen, of mensen kunnen zich laten inspireren door de Boeddha. En daarmee, dat is het hele idee van de verlichting. Verlichting is dus niet alleen iets wat de Boeddha heeft bereikt, maar wat ook volgens het boeddhisme altijd nog iets is wat mensen kunnen bereiken. Maar je moet het ook weer niet zien als iets wat heel ver van je bed af is. Want zelfs in de tijd van de Boeddha heeft de Boeddha erover gesproken als iets wat eigenlijk een soort einddoel is. Wat je heel moeilijk kunt begrijpen, heel moeilijk in woorden kunt vatten. Wat je eigenlijk alleen maar heel abstract kunt formuleren. Maar wat dus het overwinnen, het overstijgen van je beperkingen, van je geest is. Overstijgen van begeerte, haat en verwarring. En het bereiken van helderheid en wijsheid. Werkelijk de dingen zien zoals ze zijn. Maar hij zegt dus ook van, kijk naar naar het pad van meditatie wat je hebt doorgemaakt. De verschillende stadia die je hebt doorgemaakt of aan het doormaken bent.
En dan trek je dat dus door. Dan kun je dus begrijpen ongeveer hoe dan de verlichting zou zijn. Maar uiteindelijk kun je jezelf daar ook mee in de weg zitten, doordat je een bepaald deel hebt van doel hebt of een bepaald idee hebt van wat verlichting is. Dus formuleerde de Boeddha meestal de verlichting in negatieve termen. Dus hij zei: het is het einde van lijden. Het is het einde van begeerte, haat en verwarring. Het is het einde van de vergankelijkheid. Het is het einde van de dood, nou, enzovoort. En op die manier stuurde hij als het ware ons op een pad waar we eigenlijk nog niet precies weten wat het einddoel is. Dat is het hele idee. En om te voorkomen dat we met ons intellect allerlei beelden hebben van wat de verlichting is, die we uiteindelijk misschien niet overeenkomen met de werkelijkheid. En natuurlijk, daarmee kun je ook zeggen dat in feite de Boeddha onderwees dingen zoals vergankelijkheid en niet-zelf. Het niet-zelf, wat je zo vaak hoort van het boeddhisme. Het zelfloosheid. En ook het lijden. Allemaal als een manier om dus voorbij dat te zoeken naar iets wat hoger is dan dat. Wat het einde is van lijden, het einde van vergankelijkheid en niet zelf. En ook het einde is van alle dingen die in de weg zitten. Dit zijn zo wat metaforen die worden gebruikt voor het pad naar de verlichting. Als je lening hebt afbetaald, dan voel je je opgelucht. Als je van een ziekte bent hersteld, dan voel je je weer fit en gezond. Als je uit de gevangenis bent bevrijd, voel je je vrij en open. Van de slavernij verlost is wat minder makkelijk te begrijpen, maar ook een metafoor. Of na een gevaarlijke reis begaan te hebben, aangekomen te zijn. Dat zijn zo wat metaforen. Dan om even af te sluiten. In het boeddhisme geloven we ook nog dat er meerdere doelen zijn die je in je leven kunt stellen met betrekking tot de verlichting. Je kunt zeggen, nou, ik vind het een mooi ideaal. Ik stel het als een doel in mijn leven om naar te streven naar ontwaking. Naar verlichting, naar helderheid van geest. In mijn eentje. Dat doe ik in mijn eentje. Nou, dan heb je één doel. Maar je kunt ook zeggen, nou, ik neem een aantal mensen om me heen. Die inspireer ik om dat samen te gaan nastreven. Met een kleine groep mensen. Je kunt ook zeggen, nou, ik neem een hele grote groep mensen. Ik bedoel, ik probeer die mensen te inspireren. Zij kunnen mij ook weer inspireren. We inspireren elkaar en we doen het samen. Dat kun je ook zo zien. En deze doelen, die noemen we allemaal in het boeddhisme. Die hebben allemaal een plaats in het boeddhisme. En vervolgens krijg je dus dat er ook verschillende woorden voor gebruikt worden. Dus iemand die alleen zelf de verlichting wil bereiken, noemen we ook wel een arahant. Of een verlichte discipel van een boeddha. Iemand die een aantal mensen ook wil mee inspireren, noemen we ook wel een beste discipel van een boeddha. Iemand die als het ware wel zelf van de boeddha iets heeft geleerd, maar er dan vervolgens aan heel veel mensen wil uitdragen. En je kunt ook, het hoogste ideaal van boeddhisme is natuurlijk om zelf een boeddha te willen worden. En dat verbaast mensen nog wel eens, dat zelfs in het boeddhisme, waarin we toch de boeddha heel erg hoog eren, dat het ook wel het ideaal is dat je zelf ook een boeddha kunt worden. Zelfs in het Theravada boeddhisme van Zuidoost-Azië en Zuid-Azië, waarin meer de nadruk ligt op het persoonlijke zelf, zien we ook het ideaal dat je een boeddha wordt. En dat je daarvoor goede eigenschappen ontwikkelt. Al deze doelen worden in boeddhisme gezien als een geleidelijk proces, vele levens lang. Maar je hebt ook vormen van boeddhisme waarbij de nadruk ligt op het hier en nu. Dat je in dit leven alles kunt bereiken. Hoe je het ook wil formuleren, hoe je het ook bent of keert. Het komt allemaal neer op het ontwikkelen van die drie oefeningen die ik eerder noemde. Dat je in je leven een meer ethisch leven ontwikkelt. Dat je bewust wordt van je daden, van je woorden,
mensen halen daar ook vaak consumptie nog bij. Dat kan ook een rol spelen, maar het belangrijkste is wat je zegt en wat je doet ten aanzien van andere mensen om je heen. En dan heb je de oefening van concentratie, van helderheid van geest, mindfulness en meditatie en dan wijsheid. Dat is ook het leren van bijvoorbeeld lezingen, zoals deze nu, als je het een lezing wil noemen. Of gewoon leren van wijze mensen om je heen. Nou, dit is een beetje boeddhisme in een notendop, wat ik nu even in een klein half uurtje vertel. Maar dat is eigenlijk het enige wat ik kan doen om jouw vraag te beantwoorden, Chris. Want je stelde een hele brede vraag. Wat is de verlichting? Dus er zijn heel veel verschillende antwoorden in één. Maar het komt dus uiteindelijk neer op het overwinnen van je beperkingen. Het bereiken van geluk. En dat doe je dus door verschillende manieren jezelf te oefenen. Zijn hier nog vragen over?